Okay, thanks, guys. We're going to start with the questions now. That's all we've got time for today. Thanks for coming, everyone. You are ruthless. Yeah, you don't give a damn about what I do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? PSV wint de Oranje Beker. Wauw, zo gaan we echt beginnen aan deze aflevering. Broski, welkom terug bij de FIFA 21 spelerscarrière. Mijn naam is Dwayne Star. En dit is de finale aflevering, man. Aflevering nummer 23. Dit is het einde van seizoen nummer 2. We gaan even kijken, de laatste aflevering van seizoen nummer 2. We maken nog kans op de landstitel. Het gat met AZ is maar 3 punten. Maar 3 punten. We spelen nog 4 wedstrijden. We gaan even kijken naar ons schema, want we hebben een vrij gemakkelijk schema. Kijk, wacht. We hebben de wedstrijden tegen VVV, Sparta, Heracles Almelo en FC Emmen. Oké, Heracles Almelo staat op plek 10. Dat is dus de beste tegenstander. Daarna krijgen wij FC Emmen op 13. VVV op 14. En ik mis eentje, hè. Was het Sparta? Ja, man. Ik wist het. Sparta Rotterdam. We hebben een vrij gemakkelijk schema. AZ en PSV. We gaan even snel kijken. PSV gaat het opnemen tegen Vitesse. Kan een lastige worden. AZ gaat het opnemen tegen ADO Den Haag. Vervolgens gaat AZ het opnemen tegen FC Utrecht. Dat is ook een lastige. PSV tegen Zwolle. Vervolgens hebben wij AZ tegen Willem II. PSV gaat het opnemen tegen ADO Den Haag. PSV Heracles Almelo. Denk ik niet. AZ tegen VVV is ook een makkelijke. En volgens mij was dat het, of niet? Ja, man. Volgens mij was dat het dan, hè? Volgens mij wel. AZ en PSV hebben allebei nog één ploeg waar tegen ze spelen. Die het ze lastig kan maken. Wij hebben ons lot helaas niet in eigen handen. We gaan de eerste wedstrijd dus simuleren. Maar jullie zeiden dus, doe het via de kalender en niet via hier. Broski, sorry man. We gaan. Oké, de eerste wedstrijd is tegen VVV Venlo. En trouwens, wij moeten alle wedstrijden winnen. Ja, we gaan simuleren, dus je weet het niet. We winnen. Maar kijk. Wauw, oké, we hebben gewonnen. Maar kijk eens aan. Maar 2-1. De volgende 3 wedstrijden gaan we zelf spelen. Even kijken. AZ, 77 punten. PSV. PSV heeft punten laten liggen, of niet? PSV heeft punten laten liggen. We hebben dus alleen nog AZ voor ons. We moeten alles winnen. De volgende wedstrijd is de eerste wedstrijd die we zelf gaan spelen. We gaan het opnemen tegen Sparta Rotterdam. En we spelen thuis. Ik heb net via de kalender gesimuleerd. Mijn conditie is niet slecht. Ik ben tevreden. Maar als je gaat kijken naar Kudus, Garcia en Anthony. En ook Tagliafico. Oh man, Klaassen. Ziet er gewoon niet goed uit. Maar we hebben het wel over Sparta Rotterdam. En ook alle andere tegenstanders die we nog gaan krijgen. We moeten die wedstrijden gewoon kunnen winnen. Geen excuses. Nog 3 wedstrijden te gaan. Dit is wedstrijd nummer 1. Tegen Sparta Rotterdam. We gaan niet te veel woorden vuil maken aan deze wedstrijden. We moeten. Ik ben de topscorer, maakt ook niet uit. Ik scoor bijna altijd in de Johan Cruijff Arena, maakt ook niet uit. Welkom bij de eerste wedstrijd van de laatste 3. Dit zijn alle 3 finale wedstrijden. PSV heeft punten laten liggen, we wachten alleen nog op AZ. Luister, we kunnen gewoon landskampioen worden. We kunnen gewoon landskampioen worden. Ik dacht dat het klaar was. Ik dacht echt dat de Oranje Beker onze enigste prijs was. Onze enigste mogelijkheid op een prijs. Oké, de opstelling van Ajax. Ten Hag, wat heb je gedaan? We hebben Opdoe, Onana. We hebben Conti, Schuurs, Magalan en Tagliafico achterin. Op het middenveld Eiting, Klaassen en Kudus.
Voorin Anthony, ik en Garcia. Ja, we moeten het doen met Eiting. Het is wat het is. Het is wat het is. Ik had liever Ekkelenkamp, maar ja, de coach bepaalt. We gaan even kijken. Sparta, Rotterdam. Ik ben vergeten om te kijken naar welke spelers het goed doen. Maar ja, maakt het echt uit nu. 4-4-2, dat is een lastige formatie. En bal kwijt. Kudus levert hem in. Als we zo beginnen... Eerste aanval, Sparta. Over de verdediging heen. En het staat buitenspel, maar ze scoren wel. Het stond buitenspel, maar ze scoren gewoon wel. Kijk. Buitenspelval werkt wel echt heel lekker hoor. Nou, hun eerste schot zat er dus in. Lekker begin. Lekker begin. Het ziet er naar uit dat we het moeilijk kunnen krijgen, want ze kunnen mij gewoon niet bereiken. Ik wou hem terughalen. Hij deed het niet. Smees raakt hem kwijt. Kudus, doe wat je moet doen. Kudus, doe wat je moet doen. 1-0 voor. Maakt me niet uit of ik score nu. Ik wil winnen. Ik wil winnen. 1-0 voor. Lekker begin. Lekker begin. Wat er ook gebeurt, ik ga vertrekken na dit seizoen. Wat er ook gebeurt. En mijn zaakwaarnemers zijn dichtbij een contract. Na de laatste wedstrijd van deze aflevering krijgen wij het contract te zien. Eventjes geduld en dan zullen jullie weten welk team wij heen gaan. We staan voor met 1-0. We doen wat we moeten doen. We moeten alle wedstrijden winnen. Kudus. Kudus. Ga hem sowieso afmaken. What the... Yo! Had ik jullie niet verteld de vorige aflevering. Ergens, ik weet niet wat er met mijn vorm is. Maar iets klopt niet, man. Dat had gewoon een doelpunt moeten zijn van zo dichtbij. En ik verlies de bal en ik blijf te lang liggen. Sta op, man. Overname. Overname. Ja hoor, je kon hem ook op mij geven. Tuurlijk. Klaassen, doe wat je moet doen. Klaassen, doe wat je moet doen. Oké. Zo'n wedstrijd wordt het. Het maakt mij niet uit. Zolang we winnen. Zolang we winnen. Dit had gewoon een doelpunt. Oké. Kudus. Oké. Wat voor paas... Kudus. Wat voor paas is dat, Kudus? Praat met me. Eventjes. Serieus. Waarom? Waarom zo'n slechte paas? Serieus. Counter. 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 Ik verlies... Scheidsrechter fluit maar af. Ik verlies gewoon de bal. We hebben het over spelers van Sparta. Ik kan niet eens voorbij spelen van Sparta. Moet hem afmaken, moet hem afmaken. Nou, laat maar. Laat maar. Laat maar dan, oké? Ik ga bijna vragen om een wissel. Ik ben er klaar mee, man. Word ik gewisseld? Eiting gaat eraf voor Alvarez. Kijk, dat is goed. Dat is zeker goed, maar... Ik weet niet wat ik moet doen, man. Geblokt. Ik wist het! Ik ben gewoon machteloos. Ik kan gewoon niks doen. Oh mijn god, hij gaat hem over... Hij gaat hem passen. Oh nee, hè. Ze verdienen geen punt! Ze verdienen geen punt! Onana met de redding. Ze verdienen dit niet, man. Maar ja, als je kijkt, hè, zo'n seizoen is het gewoon wel echt. We hebben geluk dat we Onana hebben. Klaassen gaat eraf, Ekkelenkamp komt erin. We verdienen echt... Oh nee, hè. Waar gaat het fout, jongens? Jullie zien het zelf. Kijk hoe dichtbij hij komt. Wij kunnen niet eens... Geen enkele corner voor ons is gevaarlijk. Ik ga verdedigen. Ik moet wel, ik moet wel. We hebben de bal weer. Ik ben niet op mijn positie, boeit me niet. Boeit me echt niet.
Doelpunt nummer 2. We winnen. Ik ga door. We moeten doorgaan naar de volgende wedstrijd. Ik moet dit gewoon achter me laten. Dit zijn de wedstrijden die wij tegenwoordig spelen. Dit is ons niveau, sorry. En ik doe er ook aan mee, hè. Ik doe er ook aan mee. Want ik miste net 2 schoten waarvan sowieso eentje erin moest. 100%. Maar we gaan winnen. Wedstrijd nummer 1 hebben wij gewonnen. Maar het belangrijkste is, wat heeft AZ gedaan? Nog 2 wedstrijden te gaan. Ik heb 28 doelpunten. Daar koop je niks voor. Geen oranje beker. Geen landskampioen. We hebben nog 2 kansen. Nog 2 kansen. AZ moet punten laten liggen. AZ moet verliezen. Een gelijkspel is niet voldoende. Dan winnen ze nog steeds de landstitel. Dit zijn de 11 voor Ajax. Onana, Conti, Schuurs, Alvarez, Tagliafico, Marin, Klaassen, Kudus op het middenveld. En voorin Bande, Anthony en ik. En dit is volgens mij de sterkste opstelling. Ja, Bande of Danilo, volgens mij maakt het niet heel veel uit. Maar ja, Danilo is denk ik volgens mij wel... Maar ja, hij is een spits, hè. Maar ja, maakt niet uit. Ik denk dat dit de beste, de sterkste opstelling is. Dit zijn de 11 voor Heracles Almelo. Vloed, Prupper, Van der Water, Hardeveld. Ja, leuk elftal. Bakboord, Burgzorg op de bank. 4-2-3-1. We moeten beter spelen. Ik heb echt kansen gemist tegen Sparta. Bro, kom op. We gaan de bal kwijtraken. Klaassen begint. Dat is ons begin. Klaassen. Klaassen, draai om. Klaassen speelt slecht. Maar ja, het is wat het is. Marien. Mijn eigen speler blokt het. Het is... grappig om te zien. Eigenlijk is het best wel grappig nu, man. Het begint nu wel echt grappig te worden. Kudus blokt mijn schot. Ha! Vloed. Geef de... misschien de... wat een slijding van Tagliafico. Heracles is sterk. Anthony. Oké. Doelpunt. 1-0. Zoveel moeite. Ik was bijna geblokt, hè. Ik heb gescoord, maar we gaan gewoon door. Want opperste concentratie. Ik speel niet goed. Mijn teamgenoten spelen niet goed. Het gaat nu echt om het resultaat. Kijk. Ik schiet meteen. Kijk die slijding van die verdediger van Heracles. Alsof hij Sergio Ramos is. Hou maar op, man. Kijk hoe... wacht even. Die verdediger kwam eerst met die slijding voordat die bal... Bro. 1-0. Klaassen. Kijk hoe ik word verdedigd. Ik mag nergens heen gaan. Hoppa, bal kwijt. Tuurlijk hebben ze de bal. Ondanks dat ik de bal pakte. Seintje staat open. Gaan we verdedigen of gaan we een doelpunt... Bro. Dat is de gelijkmaker van Heracles. Aan het einde van de eerste helft. Conti zat gewoon te slapen daar. Conti zat te slapen. Nogmaals even kijken. Verdediging. 2. Daar. Ja. Die korte hoek is gewoon ook echt een fout van FIFA, hoor. Want dit zijn eigenlijk doelpunten die moet je altijd hebben. Nee. We hebben nog 1 helft te gaan. En het staat 1-1 tegen Heracles. Heracles. Kom op. Focus. Dus ik word gewoon weggeduwd. We hebben het over Heracles, bro. Als ik misschien... We komen niet eens in de buurt van de bal op dit moment niet. Geen goed teken dit. Van de Water. Bakboord. Van de Water. Ik voel het aankomen, jongens. We hebben geluk. Maar ja, ik voel het aan. Blijf in je positie. Laat me met rust, Ten Hag. Is dit de paas? Ruben Garcia met de... tegenaanval. Heracles, Van der Water. Dat was de paas. Dat had gewoon het doelpunt moeten zijn. En kijk hoe dichtbij hun zijn. Ik ga worden gewisseld. Het is voorbij. We gaan simuleren. Winnen wij of niet? We winnen met 2-1. Bro, Kudus.
Dankjewel man, want ik luister. Dit is dramatisch. We spelen echt slecht, man. AZ heeft gewonnen van Willem II. Ja, oké, ja. Het komt aan op de laatste speeldag. AZ 80 punten, Ajax 77. Laatste wedstrijd. De wedstrijd tegen FC Emmen. Dit is de laatste wedstrijd. We moeten sowieso winnen. Mijn conditie is goed genoeg. Niet perfect. Dit is het. Broskies, dit is de wedstrijd. Laatste wedstrijd. Dit is de wedstrijd waar AZ moet verliezen. Gaat het gebeuren? Eerlijk gezegd, ik denk het niet. Ja, we zijn dichtbij gekomen, maar ik denk niet dat het voldoende is. We moeten sowieso nog winnen, maar als je kijkt naar hoe wij de wedstrijden hebben gewonnen, de twee wedstrijden die wij hebben gespeeld. Het is echt dramatisch. Op dit moment is het gewoon een zooitje bij Ajax. We hebben totaal geen vorm. Niemand. Ik ook gewoon niet. Maar ja, ik word denk ik wel een klein beetje meegesleurd in de vorm van Ajax. Weet je, ik ben nog niet een wereldklasse speler dat ik gewoon, weet je, teams gewoon kan helpen aan overwinningen. Nog niet. Nog niet. Straks wanneer ik een 90 algemeen ben, dan ben ik daar. Maar nu nog niet, man. Ik mis te veel makkelijke kansen. Dit zijn de 11 voor FC Emmen. Chacon, aanvoerder. De Vos. We hebben hier de 4-2-3-1 formatie. Dit zijn de 11 voor Ajax. En ja, ik heb een beetje gemixte gevoelens, man. Net niet de Oranje Beker, net niet de landstitel. Op deze manier gaan we gewoon heel... Ja, met een beetje een nasmaak weg bij Ajax. Ik heb nog steeds geen prijs gepakt in mijn carrière. En dit is het einde van seizoen nummer 2. En daarom ga ik naar een ploeg gaan die gewoon... Jullie gaan het wel zien, man. Jullie gaan het zien, maar... Laten we even focussen. Dit is de laatste wedstrijd van met Ajax. Wat? De laatste wedstrijd? Wacht even. Kudus, Kudus, Kudus. Help me. Ik had te veel. Lama, Kudus. Chacon. Onana, 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 alsjeblieft. Bernadou. Oh mijn god. Het is niet... Oké, we hebben... Aha. Daar is mijn doelpunt. Ik ben er weer. Het was wel moeilijk, want ik dacht echt, ik word gewoon geblokt of afgepakt. Maar ik scoor. Ik scoor. Dit zagen we zo vaak. Maar wat is er gebeurd met mijn vorm, man? Ik heb jullie wel een beetje in de steek gelaten. Want de laatste paar wedstrijden ben ik gewoon hopeloos uit vorm. Nogmaals, het doelpunt. Ik draai terug. Verdediger. Te laat gereageerd. Keeper. Idem dito. Ik ga gewoon schieten. Ah, hij blok. Ik ga gewoon weer schieten. En dat... De laatste wedstrijd, is het waar? Heb ik mijn vorm terug? De laatste wedstrijd van Ajax? Is het mogelijk? Nogmaals het doelpunt. Uit het niets. Ja, jullie zagen het zelf. Ik ben eerst trots erop. Misschien een klein beetje. Binnenkant paal. Nogmaals, van deze hoek. Ja, oh, ja. Klaassen, dankjewel dat je gewoon aan de kant ging. Want anders was het gewoon weer, hè? Hetzelfde als altijd. 2-0 voor. Oké, AZ moet verliezen. AZ moet verliezen. Hoeveel doelpunten heb ik? Heb ik de 30? Ik heb, oké. Ik ben voorbij de 30. Dat is een kleine mijlpaal. 31 doelpunten is mijn nieuwe record. In één seizoen. Voor een club. Anthony. Oeh, ja, die verdediger bleef aan me plakken, man. Hier. Maar wel gevaarlijk. Klaassen, Klaassen, iemand. Hey. Oké, blijven rennen. Danilo, ik ga vragen om de bal, man. Nee, schiet maar, schiet maar. Pas! Ik had moeten vragen. 3-0. Ik had moeten vragen. Ik had moeten vragen. Ah, Danilo. Dat doe je goed, man. 3-0. Oké, we gaan sowieso winnen. Sowieso. Alles hangt af van AZ. Ja. We gaan het zien. Is dat een goede paas? Dacht ik al. Hou op met die paasjes geven, Kudus. Je speelt echt slecht, man, de laatste tijd.
Ah, jammer, jammer, jammer. Kudus speelt... Ja, ik was nog met mijn gedachten bij Kudus. Hoezo kan het zijn dat we zo vaak zo'n foute paas geven? Had een doelpunt kunnen zijn trouwens. Ja, goede redding, ik weet het. Hij gaat de andere kant op. Oeh, wacht, wacht, wacht. Hier, geef maar, geef maar. Geef, geef. Waarom duurt het zo lang? Twee verdedigers. Ik heb hem nog steeds trouwens. Wacht even. Hattrick? Tuurlijk niet. Kies een hoek. Kom op. Lastig voor verdedigers. Ja. Maar ik mis de hattrick. Chacon. 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 Pak hem aan. Pak hem aan. Pak hem aan. Pak hem aan. Wat de? Oh nee. Dit is te erg voor woorden. Is het een penalty ook nog? Ja, we gaan het meemaken. Kom op, Onana. Kom op. En ze missen. Wauw. Laursen. Ik wil zo graag mijn hattrick maken. Maar ik denk dat ik ga worden gewisseld, man. Ik hoop het niet. Oké, okay, ik speel nog maar. Ajax. Eiting. Ja, het gewoon. Oké, okay, tuurlijk. Ik ben gewisseld. Dit is gewoon mijn laatste wedstrijd. Mijn laatste wedstrijd voor Ajax. Wauw. Ik was zo graag een hattrick, maar ten Hag heeft me gewisseld. Einde van mijn carrière bij Ajax. Op deze manier. Ik had gewoon bijna een hattrick. Maar ja, tenminste, ik heb 2 keer gescoord. Positief blijven, maar we gaan het zien. We gaan het zien. Wat heeft AZ gedaan? AZ is gewoon kampioen. AZ is kampioen. Dit is het einde, man. Ik heb de gouden schoen. Ik heb mijn eerste prijs binnen. Wauw. Ik heb mijn eerste prijs binnen. Ik was het helemaal vergeten. Wel een individuele prijs, maar het is gewoon een prijs. Ik heb mijn eerste prijs binnen. Spelers van de competitie. Wat? Ik heb de meeste doelpunten en bijna de meeste assists. Dat meen je niet. Dat meen je niet. Larsen. Ik dacht, wauw. Oké, okay, gouden schoen. Maar ik had, ja. Ik had graag de speler van de competitie willen worden. Ik ben er niet geworden. Geen landstitel. Geen oranje beker. Het is klaar. Het is tijd om te gaan vertrekken bij Ajax. Het is klaar. Dit wordt mijn nieuwe club. Real Madrid. Het was dus toch een reden waarom ik in Madrid was. Real Madrid heeft de meeste keren de Champions League gewonnen. Real Madrid wordt gezien als de beste ploeg van de wereld. Er was maar 1 keuze voor mij. Ajax, het is tijd, man. We hebben echt een mooi seizoen gedraaid, tenminste. Mooi. Het kon wel beter, maar achteraf ben ik wel tevreden. Ik ben topscorer geworden, de gouden schoen. Ik had eigenlijk ook de speler van de competitie moeten zijn. Maar ja, het is wat het is, man. Dit is het einde, man. We gaan spelen voor Real Madrid. 110k per week. Het is klaar. Ik ben blij dat we je aan Real Madrid kunnen verkopen. Jouw transfer zal plaatsvinden zodra de transferperiode begint. Dus blijf je best doen. Want je nieuwe manager zou je graag in goede vorm zien. Met vriendelijke groeten, Umberto Silvestri. Oké. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Dwayne. Ik wilde je even laten weten dat ik je heb opgenomen in de selectie van Nederland die deelneemt aan de komende FIFA World Cup. Oh mijn god. Na zo'n ellendig einde was ik toe aan goed nieuws. Eerst de aanbieding van Real Madrid en nu dit. Dit is alles wat ik nodig had. Weet je hoe gemotiveerd ik ben voor seizoen nummer 3? Broskies, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten, man. FIFA World Cup gaan we vlammen, man. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit toernooi is voor ons land. Zeker. Het is al een grote eer om opgeroepen te worden voor Nederland. Ik verwacht het beste van jou en je ploeggenoten, mocht je spelen. Bro! Ik kijk er naar uit dat je je aansluit bij de rest van het team. Vriendelijke groet Bondscoach Voetbalbond Nederland. Yo! Yo! Wacht even. Hebben we die wedstrijden nu al ofzo? Wanneer? Oeh! Het is begonnen. FIFA World Cup is begonnen. Dat is allemaal... Oké, okay, dat is voor de volgende aflevering. Broskies, ik wil eigenlijk meteen doorgaan naar Real Madrid. Dit zag ik niet aankomen.
Broskies, dit zag ik niet aankomen. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Dat zou ik enorm waarderen. Ben je aan het kijken en vind je deze serie interessant? Maar ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu op mijn kanaal als je mij wilt blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten. Want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Broskies, volgend seizoen gaat hard worden. I'm out, skies.